Welkom bij Meerbeek Caravans en Campers in Doetinchem. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravanbedrijf in Doetinchem, waar we uitsluitend topmerken verkopen. Dan moet je denken zoals merken zoals Vint, Adria, Hobby, LMC, Bici. Dit is bijvoorbeeld de topper van de Vint, de Vint Diamant 650. Maar vandaag hebben we een noviteit binnen en dan gaan we over het merk Hobby. Hobby Excellent 540 UL. Al 20 jaar lang een bestseller. We lopen even naar die caravan toe en ik heb mijn collega's Gerrit-Jan en Rijn bereid gevonden om daar een leuke presentatie van te doen. Wie heeft het voorrecht voor de buitenkant, heren? Die heb ik gelukkig, want de buitenkant is prachtig. Rijn, succes hè? Ik ga in me presenteren, kijk mee, kijkers. We beginnen, knotstabilisator. Zeer vernieuwend, de caravan ligt zeer fijn en prettig achter de auto op de snelweg. Het voorraam wat de Hobby altijd zo uniek maakt. Deze heeft een mooi enduro fietsrek. Die zit er standaard bij in. Hobby al inclusief, maar ook Meerbeek al inclusief. U heeft dus een enduro fietsrek. Mijn collega doet alvast de disselbak omhoog. Hier kunnen twee fietsrekken in, of twee gasflessen in. Afvalwatertanks die daar ook zitten. We doen hem weer naar beneden. En dan gaan we naar de zijkant van de caravan. En als je dan naar boven kijkt, zie je daar het Tude Luifel. Die zit er ook bij in, bij het Meerbeek Limited Edition pakket. Je ziet hier het grote serviceluik. Ik zal hem van weer open doen. Dat vindt u terecht onder een van de enkele bedden. De striping is ook vernieuwd in het modeljaar 2022. Ziet er erg sportief uit. Super mooi is dat. En dit is het derde item van het Meerbeek Limited Edition pakket. Dat is de Enduro 5.5 FL Mover. Volautomatisch met waterpasfunctie. Ideaal voor op de camping. Er zit een lithium lichtgewicht accu bij. Die accu weegt maar 3,5 kilo. Dit is leuk voor de kijker, Rijn. Ja, die nieuwste afstandsbediening, hè? Inderdaad. Dat is echt een vernieuwing. Die had ik nog niet eerder gezien. Met een mooi digitaal dashboard. Werkt ook super prettig. Als u zo'n caravan bij ons koopt, leggen we u dat allemaal gerust uit. Mooie deur. Ik zal hem even dicht doen. Dan zie je hoe die striping helemaal mooi perfect doorloopt. Buitenste contact is deze ook nog van voorzien. Ideaal is dat. Gaan we naar de achterkant van de caravan. Die zien we hier met die mooie automotive achterlichten. Super mooi is dat op de snelweg om te zien. Groot achterraam. Waardoor er heel veel natuurlijke lichtinval in die rondzit is. Heel erg mooi is dat. Het is een Hobby. Hij is prachtig van de buitenkant. Maar van de binnenkant is hij misschien nog wel veel mooier. En ik laat nog één item aan de buitenkant zien. Dat is dit hier zo. Dat is de Police Order. Is die van voorzien. Er komen ook geen vliegen en muggen meer in de caravan. En we gaan hem nu van binnen bekijken. Mijn collega Gerrit-Jan is daar perfect op ingelezen. Rijn, wat even belangrijk is om te zeggen. We hebben heel vaak mensen die komen bij ons en zeggen ze: ik wil een Hobby 495 UL of een Hobby 540 UL. Vertelt u mij eens welke ik nemen moet. En dat is belangrijk om te vertellen, want de verschillen zijn eigenlijk heel erg klein. Een 495 UL heeft een lengte van 7,12 meter, maar deze heeft een lengte van 7,29 meter. Dat is dus maar 17 centimeter meer in de totale lengte. En wordt dat vaak gecombineerd met een as 705 kilogram, zeg maar. En die 495 UL heeft een 1550 kilogram as. Dus door ietsje groter te kopen met een zwaardere as, is het mogelijk om deze caravan te selecteren. En waar zitten dan de verschillen? De 540, waar we nu in zijn, die heeft dus een bank die hier royaler is dan de 495 UL. U ziet ook dat beide kanten gelijk groot zijn. Dus door die iets meer lengte kunt u een grotere rondzit ter beschikking krijgen. Natuurlijk weer de tafel met de wieltjes, waar dus heel makkelijk heen en weer schuift. En al die geweldig mooie kasten. Dit zijn die kasten wat eigenlijk elke Hobby heeft. Hobby is echt wereldkampioen kastenbouw. Alle kastjes hebben softclose. En een aluminium railtje zit hier. Daar zitten schroefjes in gemaakt, zeg maar, die dan heel momentvast zijn. En ook met veelvuldig gebruik van die caravan blijft dus alles kaarsrecht. Deze bekledingkleur, deze heet Stilo. Die moet je dus hebben, dat is grijs gecombineerd met donkerblauw. Super modern. Dat is de Excellent serie, hè? Ja, dat is de Excellent serie, inderdaad. Zet hem weer terug. Ander belangrijk punt is, als je een 540 koopt, dan heb je dus de keuken aan deze kant zitten. Een 495 UL heeft de keuken aan de andere kant zitten. Dit is de keuken dus aan de niet-deurzijde. Er zijn mensen die dat erg belangrijk vinden en daarom dus liever deze kopen. Naast deze keuken zit een hele grote koelkast. Hobby kiest altijd voor de grootst mogelijke koelkast, is hier weer een voorbeeld van. De lades. Allemaal weer met de softclose ook, de softclose functie. Dit is wel heel logisch. Keukenmeubel, koelkast en daarnaast dan de hele grote kledingkast. Hele logische verdeling van de accessoires. Dat is dus de 540 UL van de Hobby.
met dan in het vervolg de populaire enkele bedden. We hebben bij Hobby geluk dat ze altijd dus ook kiezen voor het voorraampje. Dat creëert heel veel lichtinval. Kunt u zien. Lattenbodem standaard voorzien. Er zitten kussens bij. U kunt een groot bed maken. De bedbodems zijn opklapbaar. Hier ziet u een onderdeel van het Neerbeek Limited Edition pakket. Een lithium accu die maar 3,5 kilogram weegt. Is nodig voor de mover. Gaan we dadelijk buiten meer van vertellen. En Ryan laat nog even de toiletruimte zien. Komt u maar mee. Een hele complete toiletruimte met een zee aan beladingsruimte. Achter al die kastjes zit ruimte om spullen neer te leggen. Super handig is dat. Het toilet zelf. Het toilet heeft heel veel beenruimte. Je kunt er makkelijk in zitten. Een mengkraan. U heeft warm en koud water. Want er zit ook een boiler in deze caravan. Ideaal is dat. Dan gaan we weer uit de toiletruimte. En dan kom je weer in die caravan. Waar gewoon een zee aan ruimte in zit. Heel veel kastjes ook. Hier boven de keuken ook weer. Die doe je zo open. Ook nog een leuk rolluikje. En dit moet je ook eens bij ons in de showroom komen bekijken. Ja, dit rijden, mensen, dat is altijd wel leuk om voor te doen. Dit werkt dus zo, hè? Zo. Ja, net grijs toeduwen. En dan in principe, als je kampeert, kun je het wel zo laat, hoeft dat niet dicht. Maar als je gaat rijden, doe je zo en dan is hij vergrendeld. Is hij weer dicht? Ja. Dit moet je bij ons in de showroom eens komen bekijken. Dit is het nieuwe lichtpaneel van de Hobby. De Hobby Caravan is kampioen in lichtsterktes en lichten. En ook in beladingsruimte. Twee punten die heel belangrijk zijn met kamperen. Daar is Hobby dus wereldkampioen in. Maar Rijn, ik vind het dus belangrijk om uit te leggen dat je dus de 4,95 UL als stopper hebt en ook de 5,40 UL. We hebben de verschillen nu goed laten zien, hè. Deze heeft dus een grotere rondzit. Inderdaad. De keuken aan de andere kant, aan de hoekkant. Hoofdindeling ook. Met daarnaast koelkast en kast. En dus een as 1750 kilogram. Je hebt veel meer laadvermogen. En dat is het sterke van dit model. En hij is eigenlijk maar 7,29. Ja. Hij is 17 centimeter langer als de 4,95 UL. Maar en ze hebben wel gewoon dezelfde breedte. Dat verschilt niet. Nee. Gewoon dezelfde breedte. Laten we naar buiten gaan, dan kijken we wat de prijsopbouw van deze caravan is. Ja, die is ook super bij deze caravans. Hobby is al 30 jaar nummer 1 in de Europese caravanmarkt en dat komt ook door de prijskant. Ja, Hobby al inclusief met een super scherp tarief. Helemaal compleet aangeboden, €35.384, maar bij Meerbeek niet. Dus bij Meerbeek bieden wij hem aan voor €33.495 en dan heeft u een korting van €1.889, dus van €2.000 korting. Enorm veel is dat. En ja, hij is prachtig. Hij is helemaal compleet, maar wat er tegenwoordig ook is, en dat is gewoon deze tijd, is dat gebruikte caravans enorm duur zijn. Je ziet er gewoon qua prijs gewoon heel dicht tegen de nieuwe caravans aan. Maar tuin er dus niet in, koop geen gebruikte caravan, koop een nieuwe caravan, want daar zitten ook altijd alle garanties nog op. Ja, en het is spiksplinternieuw, het is nooit eerder gebruikt en u heeft er gewoon veel meer aan. En nog één keer ter toelichting, dit is dus een Meerbeek Limited Edition, waar onderscheidt hij zich in? Die is dan standaard, dus ook met die Thule Luifel, in dit geval de maximale lengte zoals je ziet. En ook standaard met die mover. De berensterke Enduro Mover 505 FL, die dus helemaal volautomatisch is en ook nog waterpasfunctie is. En op dat pakket geven wij dus een voordeelactie en dat is eigenlijk die korting, zo is eigenlijk de verklaring. Ja, dat is de verklaring. Ja. Goede toevoeging nog Gerrit-Jan. En ja, wij nodigen u uit om in Doetinchem naar onze showroom toe te komen. Dan gaan we u deze caravan in het echt laten zien. U kunt u ook wel vast inlezen op www.meerbeek.nl. En ik denk dat zo alles wel gezegd is. Zoals ik al zei, Hobby al 30 jaar lang het best verkocht in de Europese caravanmarkt door het aanbod wat Hobby biedt. En wij van Meerbeek hebben het geluk dat we ze kunnen verkopen. We kopen ze royaal in. Zolang ze op onze website www.meerbeek.nl beschikbaar zijn, kunnen wij ze u eigenlijk binnen 24 uur leveren. Hou ons in de gaten. Kom naar ons. Wij zullen u perfect helpen. En denk er nog eens over na. Moet ik een 4,95 UL hebben? Of een 45. Daar was dit filmpje voor om dat uit te leggen. Aan u de keuze. Tot ziens. Op. Wij van Meerbeek hopen dat u heeft genoten van deze productpresentatie. Bent u de volgende die wij blij gaan maken met de nieuwe caravan of camper? Kom bij ons langs en we wensen u een fijne vakantie.